Hallo iedereen, welkom hier bij EA TV. Een spannende wedstrijd, althans, ja, dat hopen we dan maar. En ook bij deze wedstrijd wordt het commentaar verzorgd door het duo Guter en De Vos. We zijn vandaag getuigen van de strijd in deze Champions Playoffs. Het is Bulldogs tegen Dream Destroyers. De tribunes zitten volgepakt. Ja, de supporters daar die hebben zin in een goede wedstrijd. En daar sluit ik me graag bij aan. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Bulldogs start vandaag met deze spelers. Dat doen wij. Marc-André Ter Stegen, Virgil van Dijk, begint met de verdediging. Met David Alaba in het centrum. Kevin De Bruyne speelt op het middenveld. En Bruno Fernandes centraal op het middenveld. De doelpunten moeten vandaag verzorgd gaan worden door dit duo aanvallers. Nou, hopelijk weten ze elkaar makkelijk te vinden, zie het. En slagen ze erin de verdediging van de tegenstander een vervelende match. De bal gaat recht op de doelman af. Deze afspelers gaat Dream Destroyers van start. Hugo Lloris is de doelman. Ronald Koeman speelt in de verdediging. Met David Alaba in het centrum. Dennis Bergkamp begint op het middenveld. Met Frenk Rijkaard in het centrum. In de aanval staat Fernando Morientes samen met Andrei Shevchenko. Ik denk dat het niet onverstandig is als we deze man in de gaten houden. Wat verwacht je van hem te zien? Ja, geef die man een bal. En dan gebeuren mooie dingen. Hij is zo ontzettend balvaardig. Voor elke tegenstander een nachtmerrie. Oh, hij gaat er langs. Hij pakt die bal. Dat was een overtreding, oordeelt de scheidsrechter. Die geeft een vrije trap. Verder met de steekpaas. Ferenc Puskas. Kuber bokst de bal weg. Ze kiezen een juiste positie voor de hoekschop. Prima. De dreiging is geweken. En weer de druk op de bal. Goal! Voel! Joris zit ertussen. Maar het spel gaat verder. Via een verdediger gaat de bal het doel in. Dream Destroyers trapt af. Proberen gelijk te maken. Atenea del Castillo. Dennis Bergkamp. Gaat naar Dennis Bergkamp. Son wint dit duel om de bal. Ferenc Puskas. Hun wint Son. Krijgt hem terug. Dit is Bruno Fernandes. Komt bij Frenk Rijkaard. Gevaarlijke steekpaas. Goede ingreep van de keeper. Hoe ver zullen ze hem laten komen? Ah, dit is lekker. En laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uit. Wat een mogelijkheid, zegt Bruno Fernandes. Boven van dichtbij, maar Lloris heeft hem uitstekend van die gardien du but. Bruno Fernandes, onderschepte paas. Het is
prima. Terug naar de keeper. Kai Havertz. David Alaba. Hier is Kai Havertz. Havertz. Vrije trap naar die overtreding. Op een gevaarlijke plek. Alaba krijgt geel voor de scheidsrechter. Redding en bal geklipt. Die bal wordt onderschept. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Ja, en nu scoren. De redding van Ter Stegen. Ik telde hem al. De hoekschop wordt in ontvangst genomen. Dank u wel. Door de tegenstander. Ja, voor druk zetten wordt hier beloond. Dennis Bergkamp. Schotkans van dichtbij. Het is nog niet klaar na die redding van Ter Stegen. Hij hield die bal heel mooi tegen, maar kon hem niet meteen klemmen. Het spel ging nog even verder. Ja, maar uiteindelijk belandt de bal dan toch in de handschoenen. We kunnen maar één conclusie trekken. Uitstekend gedaan door deze doelman. Na die tackle heeft hij de bal niet meer. Komt er een doelpunt aan? Via Ter Stegen, maar de bal blijft in het spel. Zwakke voorzet, Koeman brengt eenvoudig redding. Slechts 1 minuut blessuretijd en dan wordt er afgefloten. Hij weet die paas te onderscheppen, goed opgelet. Hier is Marcos Acuña. We volgen de wedstrijd met een corner. Dus de 45 minuten hebben we gehad. We gaan rusten. Is geweest. De tweede helft is van start gegaan. Bulldogs staat echt heel goed voor. Marcos Acuña. Komen ze toch terug? Prima heading. Dit kan een moment zijn voor een counter. Zo'n Puskas zorgt voor dreiging. Oh, dat is jammer. De grensrechter heeft buitenspel geconstateerd en steekt de vlag omhoog. Ja, zonde hoor. Als die paas nu net iets eerder was gegeven, dan hadden ze misschien wel kunnen scoren. Is dit de aansluitingstreffer? Ja, 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 die zit. En dan is het verschil nog maar 1. Het kan nog. Ja, zie je, we kunnen het positief benaderen en zeggen dat die speler goed gebruik maakte van de ruimte die werd geboden door de keeper, maar... Al met al is dit natuurlijk een enorme flater van degene die het doel moet maken. En zo gaat verder in deze stand met de mogelijkheden voor Dream Destroyers. Kevin De Bruyne. Ferenc Puskas. Heung-min Son met de bal. Son. Terug is dan erbij.
bij Shevchenko. En misschien een counteraanval. Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. En hij is nog steeds aan de bal. Die tackle leidt tot een inworp. Speelt hij de bal? Komt tegen een speler aan. Inworp. Deze pakken ze goed af. Lekkere steekpaas. Heel sterk. Als een huis dat blok. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ze mogen ingooien. Een succesvolle tackle op eigen helft. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ja, doelman pakt die bal. En ze krijgen de bal weer. Als die doelman niet met zo'n uitstekende redding... Kijk, kijk! Kunnen ze hiervan profiteren? Zoals het fluit. Ja, en baant zich een weg naar de stifter. Er is nog wat oppositie. Maar het is een strafschop. Als ze deze kunnen benutten, komen ze weer langzij. En geen goal vanaf de stip. Uitstekende redding van deze doelman. Frank Rijkaard, de bal wordt aangeraakt. Er ligt ruimte voor een counter. Hij heeft de bal, kan hem snel de aanval voeren. Een stiftje, zo zegt dat scheelt een haar. Ik telde wel naar die prachtige counter. Daar komen een mooie kans uit voor, maar ik werd net niet. Tijd om te wisselen, zegt de coach. Nou, scheidsrechter, een overtreding op deze plek is een gele kaart waard. Ronald Koeman. De speler zit er op het juiste moment tussen. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. En daar komt hij met Bergkamp. Via Ter Stegen, maar de bal blijft in het spel. Wat een enorme comeback zeg. Ze stonden er 2 achter. En nu staat het weer gelijk. Zijkant ligt nu de ruimte. De zijkant. Doelpunt! Is dit toch mooi? Het schoolvoorbeeld van hoe je moet terugvechten. Van achterstand, sappen de vlam. Zo'n doelpunt kan eigenlijk alleen maar tot stand komen als de paas in orde is. En deze is dik in orde. Perfect. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren. Heeft hem weg.
vlag omhoog. Het is buitenspel. Naar Haaland. Goede tackle op de eigen helft. De bal is weer in bezit. Terwijl we naar het einde van de wedstrijd gaan, laten de plaatselijke supporters nog maar eens van ze horen. Ja, dat is nodig ook, want ze staan met een doelpunt achter. Ze kunnen al. Ja, ja, hier moeten ze gebruik van maken. Ja, doelpunt! Dit is Smullen. Dit is geweldig gedaan. Allereerst die dieptepaas. Geweldig. En dan ongelooflijk. De keeper houdt het hoofd koel. En hij jaagt de bal mee toogeloos in het net. Er resteren nog 9 minuten in de reguliere speeltijd. Oh, hij scoort niet aan. Balverlies. Kans op een counter. Op snelheid de bal ontvangen. Nu een vervolger aan geven. Janssen, waar is die doelman? Hier volgt een politie. De politie is op zoek naar een doelman. Ja, hopla, doelpunt. En die zit. Waar is de doelman? Niet in het doel zo te zien. Dus die bal gaat er zonder probleem in. Ja, zo'n kans. Die mag je natuurlijk niet meer missen. De voorsprong is nog groter geworden en gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Dit vieze gespeeld. Hoor. Een grote kans hoor. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is Telra journalistiek nodig. De stand is 6-2. Houdt u de rekenmachine er even bij. Alaba. En dan een inworp. Kans hier. Die bal kaatst via de paal terug. Keeper keert de inzet met die duim. Frank Rijkaard met het schot. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. Die bal kan er gewoon in. En boom, nog een goal. Ze maken gewoon gebruik van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Dit is een knappe goal. Het komt eigenlijk voor op het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep hebben. Er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het lijkt tot balverlies. En dan weten ze wel wat mee. Want heel snel ligt de bal dan uiteindelijk achter de keeper. Dit moet een doelpunt worden. Die bal gaat erbij. En misschien dat hij weer een hard doelpunt te schieten. En dat was het dan weer voor vandaag. De bezoekers winnen de wedstrijd. Oh, wat zal die trainer tevreden zijn.